Hey joh mensen, lang niet meer gezien. Hier ben ik weer. Dus wat gaan we dit keer doen? We gaan nu even die Aerox een beetje, ja, wijzigen. Dus ik heb er al een nieuwe pijp opgezet, of een nieuw, een beetje opgeknapt. Zie je dat deukje daar zo? Dat was toen de politieagent me had aangereden met zijn motorfiets. Daar was hij niet blij mee. Hij kreeg niks vergoed natuurlijk. Ja, goede mensen krijgen nooit wat vergoed. Kijk daar, schade. Natuurlijk komt. Dus ik was vlakbij Kerkrade, bij Brunsum daar. En ik was verdwaald. Dus ik keek op zijn bord van route, waar ben ik nu? Komt een vrouw, oude vrouw op fiets. En stinkt die zo. Loopt ze achteruit vast van de fiets af. Dus ik denk van dan help ik haar opstaan. Zet de scooter op de zijstandaard. Maar liep bergaf daar, wist ik niet. En opeens hoor je bam! Scooter viel om. Goddammit. Ik word gewoon gestraft. Goede dingen doen. Word je gestraft. Oh ja, ik zou nog wat doen voor een vriend van me. Hallo Tanja. Alles goed? Ja. Ik hoop dat het een stuk beter gaat met jou. Ik had gehoord dat het niet zo goed ging met jou. Dus. Bij mij gaat het ook een stuk beter. Gaan we een cilinder monteren. Gaan we een berekening maken. Ga ik je vertellen hoe je moet inrijden. Want ik zie video's op internet. Op YouTube denk ik van jongen, dat is niet inrijden. Maak er ook een video over. En ja, zet dat ding ook op de rollenbank. Of testbank. Ja. Let's go. Gangsters en gangdaddes. Ah, mijn stoel zit niet goed. Hoe is het met jullie? Iedereen lekker aan lockdownen? Lockdownen. Avondklokken. God damn, ik verveel me dood, man. Oh, kut, het gaat echt niet goed. Nee. Ah. Dus ik heb een pakketje binnen. Geweldig. Een mooie cilinder van Polini. Polini is naar mijn mening de beste. Mos is goed. Dat is prima. Maar ik ben meer Paludini, dat is meer mijn ding, weet je wel. Bijvoorbeeld, ik shop bij de Zeeman voor onderbroeken en sokken. En sommige mensen shoppen bij Bjorn Borg en zo en al die andere onzin. Dus dat is wat je wil, ze zijn allebei goed. Maar ja, één is wat duurder dan de ander. Dus ik realiseer me dat ik een busje ben vergeten te bestellen. Ik moet volgens mij moet ik een BR10EG hebben. En dan heb ik dat blok daar uit elkaar en in elkaar. En dan kan ik er nog niet mee rijden. Dus klote lockdown. Ja, maar ik moet alles bestellen. Even een scheet van. Ik had eigenlijk verwacht dat die wat groter zou zijn. Maar ik ben normaal die 125cc gewend. Kijk, dit is 125cc zuiger. Check hoe groot dat is, man. Big, huge. En check dit. Dit is de politiezuiger. Ik ga niet zeggen hoe groot die is. Ja, zeg het maar in de comments. Comment. Maar we moeten daar ook een berekening maken. En dan zie je ook wel hoe groot die is. Maar ja. Ik heb nog nooit een aluminium cilinder gehad op mijn eigen Aerox dan, hè. Ik had eens een keer een aluminium cilinder. Een scooter gereden van iemand die had een aluminium cilinder van stage 6. Ik weet niet meer hoe die heet. Volgens mij was het Street Race of Street Pro. Weet ik niet meer wat het was. De topsnelheid was 130 km per uur. En hij had een 21 mm carburateur erop zitten. Maar zover ga ik niet. Nou, absoluut niet. Kijk, dit vind ik nou echt super chill. Dat is met die 125cc van mij ook. Je hebt de cilinder. Dan denk ik van dit is de cilinderkop, maar dat is niet de cilinderkop. Nee, dit is de cilinderkop. En dit is echt heel slim. Dan krijg je veel betere koeling. Pas echt precies. Dat is echt super mooi. Dat vind ik echt geweldig. Kijk daar. Amper speling. Dus bij deze cilinderkop koelt hij ook hier omheen. En bij de originele cilinderkop van de Aerox koelt hij alleen maar op de rand voornamelijk. Die komt er niet echt diep in. En dan heb je hier om water koelvloeistof bij elkaar te houden. Daar. Mooi pakket. Die kan zijn warmte ook veel beter kwijt dan. Maar die cilinderwand is echt super dun. Weet je wat tunen is? Vaarjoring eruit. Dikke 70cc of 80cc erop zetten. En dan is die opgevoerd. Dat is pas tuning, man. Dat is kinderspel. Dat is kinderspel. Kinderspel. Zelfs mijn kleine baby neefje. Of ja, baby is geen baby meer. Mijn neefje kan zelfs een cilinder monteren. Dat is niet tuning. Het is tuning. Het is opvoeren. Maar ik vind het niet tuning. Tuning is ja, karters bewerken, afstellen, weet je wel. Iedereen kan een cilinder monteren, iedereen kan een vaarjoring eruit halen. Dat is geen tuning. Daarom noem ik mezelf ook geen tuner, want ja, ik wil me niet associëren met de mensen. Hey, dit is een mooi nummer, dit is echt een mooi nummer. De
Dus wat heb ik de laatste tijd gedaan? Ik heb best veel gedaan. Ik had een blokje gemaakt. Getuned. Echt getuned. We hebben de inlaat uitgeboord. 13 mm van een Vespa Ciao. En de inlaat uitgeveld. Veel meer power. Hij is er heel tevreden mee. 30 euro verdiend. Awesome. 30 euro. Te goedkoop. Met de goedkoop. En een Peugeot Foxje gemaakt. En dat was wel cool. Peugeot Fox. Dat was de tweede keer dat ik een Peugeot Fox had gemaakt. Die was naar een scooterzaak gegaan. En die hadden niet een goede diagnose gegeven. Hij maakte een tikkend geluid als je gas loslaat. Dan geef je gewoon gas en deed hij het gewoon goed. En dan ging hij gas los en was hij. Dus wat was dat? Ik vond het vreemd. Die scooterzaak die zei dat zijn kapotte kreuzlaar is. Gaat je 700 euro kosten, jongeman? 700 euro? Damn, dat is veel geld. Dus zegt deze jongen. Jong, wat 700 euro om te maken? Kreugelslagers en niet kreugelslagers. Jong, 60 euro is dat ding gemaakt. Nee, die hadden gewoon een foute diagnose gegeven. Normaal kost het ook 700 euro een complete blokrevisie. Nieuwe cilinderkit, nieuwe kreugelslagers. Je weet wel, de hele karten splijten. Dat is duur bij een zaak. Want die moeten ook natuurlijk belasting betalen, uren betalen. Die moeten kunnen eten. Maar ik hoef niet te eten. Er was iets met het brommetje dat ik niet... nog nooit heb gezien. Dat was mij altijd met de cilinder te maken. De zuiger, er was een probleem met de zuiger. Er is een nieuwe zuiger besteld. Nieuwe zuiger binnen. Toen doe ik hem in de cilinder. Bleef die steken voor de helft. Hij bleef hangen. En toch liep die. Dat was echt apart. Denk je, hij liep toch. Ja, dat ding, de cilinder is niet goed. Oh, een stuk aluminium eraf. 60 euro. 60 euro verdiend plus 30 euro is 90 euro. Dus ik vind, ik mag een nieuwe cilinder kopen. Ja? Ze hebben een nieuwe Polini cilinder. Tekenen, maar ik weet niet meer wat. Wat was, oh ja, dus ik had die nog wat gekocht, daar is het. En dat is, ja, leuk idee is dit. Het is een leuk idee, maar het is, ja, wat moet je ermee? Het was zo goedkoop dat ik het op, ik kan het op twee handen kan ik tellen, zoveel heb ik ervoor betaald. Nieuw! Zie deze dingetjes, moet je nooit gebruiken, het is rotzooi. Als je die gebruikt, en je gebruikt die op iets dat met de ontsteking te maken heeft, dan kom ik persoonlijk bij je langs en dan ram ik je in je gezicht. Pam, pam, pam. Als je bijvoorbeeld je verlichting doet, kan ik me wel bij voorstellen, maar bij je ontsteking. Nooit doen. Nooit. Zo, dan kan die stof verzamelen. Ja. Dus ik begin mezelf ram te verliezen. Ik word helemaal gek. Die lockdown, dat kan ik nog wel hebben, maar die avondklok. Dat is niet leuk, want mijn leven is echt zo van opstaan, werken, eten bij mijn moeder en dan hier in de schuur even kloten en zo. Maar dat kan niet meer, want ik moet 9 uur thuis zijn. Dus hoe mijn leven eruit ziet is nu opstaan, werken, eten bij mijn moeder, naar huis, kleren uit en meteen in bed liggen, laptop erbij. En ik word er echt super depressief van gek. Echt waar, ik word er knettergek van. En ik heb niks gedaan, ik hou me aan de regels. Ik was mijn handen super vaak. Vroeger was ik alleen mijn handen als ik erop had gepoept. En nu, ik word gewoon gestraft. Ja. Zeg, loop er maar in de vrij. Oké, nu komt een goed voorbeeld van dat ik jullie tips altijd goed kan gebruiken. Iemand zei me dat eens een keer, dat je die starterkrans in één geheel eraf moest halen. Ik was toen altijd in een klote, toen zei iemand in de comments dat van, hey, je moet die in één geheel eraf halen. En ik dat doen, en ik van, hey, goede tip man. Als jullie zeggen van, hey, dat je beter zo moet doen of zo, dan moet je dat gewoon zeggen. En ik weet ook niet alles, hè. En ik ben ook geen scootermonteur, ik ben een motorfietsmonteur. In principe, de basis is hetzelfde, maar ja, scooters werken is gewoon, ja, kut. Dus ik denk dat we het hier een beetje bij gaan laten. De scooter is super vies geworden. Een beetje cross hier achter in de bergen. Bergen, heuvels, eerder. In de volgende video gaan we de karters bewerken. Dat lijkt me wel vet. Dus laten we een shout-out doen. Yeah. Doe een shout-out naar Geert Dilemma. Of Geert Dilemma, ik weet niet precies. Oh, de zon is echt laag. Hij heeft een Gilera Cita met een 65cc Athena fluitpoort en met snowflake wheels. Ik vind Cita's de mooie brommetjes eigenlijk. Ik heb nog nooit een Cita gehad. Dan hebben we een Honda MT5. Jimmy Morse.
En die is van 1980. Oh, ik wist, oh ja, die zijn best oud hè, die dingen. Dat is echt wel een net ding, ja. En dan hebben we Rob Ghost Rider. Als dat echt je achternaam is, dat zou super vet zijn. Die heeft een Ethelred Dragster, een stage 6. Ik neem aan dat alles stage 6 is. Dat is ongelooflijk. Dat is echt een aparte scooter, dat. Framepje aan de buitenkant, dat je het mooi kan zien. Maar ik ben meer de Pollini. Echt mooi, man. De kleuren van Pollini zijn ook mooi. Maar losse kleuren vind ik niet zo mooi. Dat past niet bij mij. Wat is dat? Rood, groen, geel, blauw, wit, babyblauw. Is goed. Hop! Ah, hoor, dat deed maar lawaai, jong! In de volgende video gaan we het dus over karters bewerken. Dus maakt te veel lawaai, ik kan me niet horen. Dus voor de volgende keer zien. Tot de volgende keer! Later dan!